Ik heb me toch een leuke optocht gezien in Beerland. Ja, dat was ik ook. Die Zwalkers, die kennen er ook wel van daar, hoor. Ja, ja, dat was echt heel mooi weer. Ik ben blij dat we daar ook weer een hartstikke leuk beeld van hebben gemaakt. Ja. Super mooi in elkaar gezet. En daar kunnen we nu naar gaan kijken. Kijk mee. Veel plezier. Hallo, wat ben jij aan het doen? Een looptocht aan het rijden. En wat gaan jullie doen? Ik zie een hele grote kop boven jouw hoofd. Ja. Waar is die van? Een aap. Van een aap? Nee. Niet van een aap. Wel. En wat doet die aap? Die staat achter me. Goed zo. En die gaat helemaal met jou mee? Ja. Hartstikke gezellig. Vertel het eens, wat is de bedoeling? De aap en de papegaai. En de aap de oe-oe. En de papegaai ai-ai. Ai-ai. En wie is de papegaai bij jullie? Die zit boven de aap. Oh, dat is de papegaai. Hallo, waar ga je naartoe? Hm? Oh, je gaat nergens naartoe. Nee, mama weet wel waar je naartoe gaat. Waar gaat u naartoe? Zometeen naar de Zonzeel. En wat gaat u daar doen? Nou, de prijsuitreiking vieren in Zul. Oké. Kinderoptocht. En waar is dat? Confetti voor de kinderen, hè? Dan kunnen ze rondstrooien. Oké, dus niet op mijn hoofd. Hoeft niet hoor, hoeft niet, nee, hoeft niet hoor. Nee, nou, kom maar, doe maar over mijn hoofd. Ah! Hey. Dankjewel. Hallo. Dat vereist een verklaring. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, optocht aan het rijden, hè? Ja, dat snap ik. Maar waarom zit die dame daar in die auto? Dat is een prinses, hè, in de koets. Oh, is dat een echte prinses? Ja. Oh, mag ik even met haar praten? Ja, tuurlijk. Dag mevrouw de prinses. Hoe gaat het met u? Goed. En wat bent u aan het doen? Is het niet koud in de auto? Nee. Oh, u blijft warm? Ja. Oké. Okay. Hard trappen, hè? En, oh, je moet zelf trappen? Ja. 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 En kun je dat al? Ja. Laat zien dan. Deze groepje niet langer. Oh, wacht even. Oké, okay, laat zien. Dan loop ik wel even met jou mee. Niet zo hard, niet zo hard. Helemaal goed. Veel succes nog. Succes, hè? Dank je. De schitterberen. Wie zijn de schitterberen? Ben jij een schitterbeer? En jij ook? En wat is een schitterbeer? Elske, moet even Odilia helpen. Oh, jij weet niet wat het is? Niet zo snel, niet zo snel. Wat is een schitterbeer? Carnavalsvereniging voor jullie, toch? Wij zijn... Ja? Wat moet ik zeggen? Je bent wel mooi verkleed. Is het een beer? Een peer of een beer? Een beer. En die zit in de ton. Nee. Dankjewel. Veel succes. Ja. Wie gaat er vertellen wat jullie aan het doen zijn? Carnaval aan het vieren. Wat? Carnaval aan het vieren. Oh, en waarom zijn jullie met allemaal verkleed? Wat zijn jullie allemaal? Dat staat allemaal op de wagen. Oh, daar staat het. Zal ik daar even gaan kijken dan? Ja. Ga het doen. Dankjewel. Interview. Waar komen jullie vandaan? Uit Wagenberg. Uit Wagenberg. Zo ver van huis? Ja, uit Poortland. En jullie moeten voor donker thuis zijn? Nee, het is carnaval. Oh, je gaat carnavallen. En wat vinden jullie ervan? Ja, leuk. Mooie optocht. Ja, hè? Jullie hebben ook in Wagenberg een optocht gezien, hè? Ja, we hebben zelfs meegedaan. Kijk, en heb je nog een prijs gewonnen? Ja, vijfde. De vijfde. En was dat 500 euro? Nee, dat niet. En waren vijf reepjes chocola? Nee. Ook dat niet? Nee, ook niet. Helemaal niks gehad? Een paar biertjes. Oh, dat is ook lekker. Ja, dan moet je hier even op wachten, hè? Want hier is niks te drinken.
Oh nee, maar dat maakt niet uit. Nee, mij wel. Oh. Nog veel plezier, hè. Oké, doei. Ik smeer hem, zei ze. Wat smeer jij? Brood. Brood. En heb je al gegeten? Heb je al wat gegeten? In de ochtend. In de ochtend en vanmiddag nog niks? Wel. Oh. En vond je het lekker? Ja. Oké. Okay. Moet nog een heel eind lopen, hè? Ja. Maar dat kun je wel, of ben je al moe? Nee, ik ben niet moe. Je bent helemaal niet moe, hè? Nou, nog heel veel plezier. Ja. Doei. Dus ik doe er maar in, dit is de kantelgeur. Ja, ja. Jullie zijn al lekker op stap, meiden. Ja. Hoe lang al? Maar ik ben familie, hè? Dat zie je wel. Ja, natuurlijk zijn wij familie. Jij bent net zo mooi als ik, dus dat kon niet anders. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk dat ze eerst. Alleen, ik ben iets jonger, ik ben iets jonger. Ja, helaas. Helaas, ja, ik weet het. En deze tante, is dat ook familie? Ik wel, ja, tuurlijk. Jij bent een duiveltje, een duiveltje. Ja, ik ben een duiveltje. Ja, dat had ik al gezien zonder die dingen. Dat is eigenlijk de zwarte duivel van onze familie. Oh, 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 oh. De zwarte duivel van de familie. En alleen maar 4 dagen per jaar of zijn jullie dat wat langer? 1 keer per jaar, hè? 1 keer per jaar. Jeetje, wat saai. Ik moet het gewoon heel het jaar door zijn. Ja. Ik zweer het je. Blijf lachen. Wat doen we? Wij hebben een probleem. Vertel het eens mij. Wij zijn nog geen 18. En nee, dat had ik al lang gezien. En we willen heel graag naar die feesttent. Dat kan. Als ik nou u vanavond als ik u nou een bandje geef, ja. Mag ik dan met u naar de feesttent? Jij mag met mij overal naartoe. Want als moederzee nog, doe ik dat nou niet. Nee. Maar ik deed het toch. Ik denk, ik probeer hier op Hogeswallen, zijn de mensen vrijgeving. Dan kan ik overal naar binnen. Maar je moet geen ecstasy pakken, want dat mag hier ook niet. Mag van jou wel, hè? Dat is aan de kant, waarom zou ik geen ecstasy mogen? Ik ben nou 18, dus dat mag. Ik mag het niet. Jij mag het niet. Dat is waar. Nou, tot vanavond, hè? Meiden, veel plezier. Altijd. Ja jongen, vertel het eens. Je zal een bekend kind van de televisie toch? Ja, dat was ik. Ja, dat dacht ik. En nou ben jij de... Ad! Nee, dat hoeft niet! Ja, kom op! Kom op. Ik ben niet plakken. Ja, let op! Nee, hij wil niet. U wil niet. Wat zijn jullie aan het doen? Het loopt bij ons gesmeerd. Wij zijn in de olie. Jullie zijn in de olie? Ja. Oh, lekker! Ja. Nou, veel plezier! Komt u eens even hier. Hallo. Komt u eens even hier. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn bloemen. En jullie we maken bloemen. De buurt wat groener. Kijk. Nou, je bent altijd hartstikke geel. Ja, ik ben een bij. Jij bent een bij. Ik ben een bij. Dus je bent er altijd bij? Ja, ik ben er altijd bij. Nou, maar je ziet er hartstikke leuk bij. Ja, dank u wel. Heel veel plezier. Ja, dank u wel. Doei. Doei. En waarom doe je zelf niet mee? Nee, in Hoge Zwaluwe doen we nooit mee. Op de mei heb ik wel meegelopen, hè? En hebben we nog wat gewonnen? Nee, we waren 1e laatste, maar we hebben wel veel plezier gehad. Wel veel plezier gehad. En ook veel bier op, of viel dat wel mee? Daar ga ik me niet over uitlaten, hè? Ik lees het morgen wel in de krant. Vandaag doen we een rustig dagje. Oké. Publieksprijs aan het ophalen, of de briefjes voor de publiek. Oh, en er zit er al wat in? Nou, hij is helemaal vol. Kan bijna niks meer bij. Zeg nou eens even, ik zal het niet verder vertellen. Wie gaat er winnen? Ik heb geen idee. Ik denk van de Wagens de Trollen. En als ik nou geld geef, dan weet je het toch wel, hè?
Nee, ik weet het echt niet. Jongen, jongen. Er zitten zoveel verschillende namen in. Ja, ik weet het. Maar het staat gelijk op. Oké, hey, dankjewel. Ik hoor het wel. Ja, komt goed. Oké, dankjewel. Het klapstuk van de veiling. De familie Budding. Ik moet eens even vertellen, daar staat de camera. Jij hebt wel een redelijke grote fototoestel bij je. Ja, ik ben fotograaf van huis uit, zoals je al weet. Ja, daar weet ik alles van. Met carnaval. Ja. En dan heb ik een extra toestel, een grote opname, breedhoeklens zit erop. En het is Polaroid. Het staat er niet op, maar het is het wel. Ja, je kunt het duidelijk zien, het is echt een goed merk.